je luistert naar Bestemming Witte Huis de politieke podcast van RTL Nieuws New York. Hallo allemaal. Ik ben Sophie van der Meer. Ik ben verslaggever hier in New York en deze podcast maak ik natuurlijk met Erik Moutaan. Hey, hi Sophie en bedankt voor het luisteren allemaal weer. Natuurlijk praten we deze week bij over het proces tegen Trump. Het openbaar ministerie en de verdediging gaven hun openingsargumenten en de eerste getuige is gehoord. Ik ga je volledig bijpraten. Ja, dat wordt allemaal heel spannend. En we kijken naar de steeds verder escalerende protesten hier in de VS, zelfs hier in New York, tegen Israëls optreden in Gaza. Ik heb met eigen ogen gezien hoe tientallen studenten werden opgepakt door de politie. Ja, daar wil ik alles over horen zo dadelijk, Sophie. En aan het eind van de aflevering doen we zoals elke week de Amerikaan van de Week. De mijne is een... Verklap ik alvast een oude bekende. Dus uh, hou, die hou je straks te goed. Goed, laten we beginnen met de, het proces tegen Trump. Nadat vorige week een jury werd geïnstalleerd, en daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad, kon afgelopen maandag de strafzaak dan echt inhoudelijk beginnen tegen oud-president Trump op Lower Manhattan in de rechtbank. Daar staat Donald Trump terecht op verdenking van het plegen van 34 gevallen van valsheid in geschriften rond de betaling van zwijgeld. Met als doel om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Ja, en elke zaak begint met een verhaal van het Openbaar Ministerie, waarin ze toelichten uh, wat de aanklacht precies is. En dan gaan ze ook vertellen hoe ze denken dat tijdens het proces te gaan uh, bewijzen. Dat noem je de opening statements. Dus dat is echt een soort ja, opening van het proces. Ja, en het OM kondigde daaraan de aanklacht niet aan te passen. We hebben het daar eerder over gehad. Zou het nog sterker worden gemaakt? Nee, het blijft enkel bij valzet in geschriften. En. Interessant daaraan is Sophie is dat normaal is valsheid in geschriften een overtreding en niet een misdrijf, maar ze zeggen dit is valsheid in geschriften in the first degree, dus dit is zwaarder aangerekend dan een normale valsheid in geschriften omdat Trump. Volgens het OM in ieder geval die fraude pleegde om een grotere misdraging te verdoezelen. Namelijk de waarheid achterhouden over hem en vrouwen aan de vooravond van de verkiezingen. Hij wordt dus niet aanvullend vervolgd voor het overtreden van de kieswet. Maar het OM zegt dat doel van hem om die verkiezing te beïnvloeden, dat mag wel meegeteld worden in de ogen van de jury. Hmm, oké. Okay. En. We hebben deze week dus uh, ook geleerd wie uh, die opening statements heeft gedaan. Um, de aanklager uh, is Matthew Colangelo en hij hield een relatief kort, uh, korte statement aan het begin. Het was maar 45 minuten. Uh, en hij zei daarbij, deze zaak gaat over een criminele samenzwering. Hij had het over een cover-up en een doofpot. Colangelo legde uit dat in 2015 Donald Trump een band aanging met een tabloid-weekblad, de National Inquirer. Om negatieve verhalen te schrijven over Trumps tegenstanders en positieve verhalen over Trump zelf. En de uitgever van het blad hield die negatieve verhalen over die Donald Trump, die hij aangeboden kreeg, tegen. Hij kocht negatieve informatie over Donald Trump op, maar publiceerde het voorlopig niet. Wat heel onlogisch lijkt als je een blad uitgeeft, maar dat deed hij in de zogeheten vorm Catch and Kill. Um, dus je zegt: ik vang dat verhaal, ik catch het verhaal en dan kill ik het. Ja, en um, dat vind ik trouwens best wel een interessante tactiek. Want ik denk dan: he, op welke manier, hij moet toch geld verdienen? Op welke manier? Hoe heeft hij hier iets aan? Ja, nou, we gaan het zo hebben over wie deze meneer Packer is. De aanklager schetste in die opening statement ook een beeld van ja, heel veel geheime ontmoetingen in hotelkamers, zelfs in de Oval Office. Die deal werd op een gegeven moment beklonken. Trump's fixer Michael Cohen die betaalde Stormy Daniels, de pornester, 130.000 dollar. Zodat zij niet vlak voor de verkiezingen naar buiten zou komen met het verhaal dat ze seks met Trump had. En in het Oval Office, toen hij president was, ondertekende Donald Trump checks. Waarin hij Cohen terugbetaalde. En dat werd dan in de boeken weggeschreven als juridische kosten, maar volgens hem was dat dus keihard vervalsing met als doel om de verkiezingen te beïnvloeden. Ja, goed. Dat is dat uh, hele verhaal dus van, uh, van de aanklager. En nu moeten ze dat natuurlijk allemaal gaan aantonen en gaan invullen met getuigenissen en um, uh, met bewijsmateriaal. Colangelo liet al weten dat er aantekeningen zijn van de financiële topman van de Trump-PV over die betalingen. En hmm. dat ze die willen opvoeren als bewijsmateriaal. Nou, daar zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar. Ja, want we hebben gehoord dat er dat soort gesprekken zijn geweest. Maar als iemand. Mm -hmm. Op dat moment opschreef. Hier hebben we dit nap Willen we zien. Goed, dus na die eerste opening statement van, de, van het Openbaar Ministerie. was natuurlijk de beurt aan de verdediging. aan de advocaat van Donald Trump. En daar voerde advocaat Todd Blanche het woord. En hij zei. dat was zo interessant, Sophie. Mm -hmm. Meteen de eerste woorden die de advocaat van Trump zei: President Trump is innocent. President Trump is onschuldig. Hij beging geen misdrijven. en deze zaak had nooit gebracht mogen worden. door het Openbaar Ministerie. Boom. Hij zei het. Ja, dat is opvallend. Hè? Hij ging er meteen hard in. Um, een paar dingen nog over die opmerking. Want um, hij noemt dus consequent uh, Donald Trump, noemt hij president Trump. En de officier van justitie heeft het ju weer juist over meneer Trump, Mr. Trump. Hm. Um, terwijl hij geen president meer is, dat is. Ik moest daar heel erg aan wennen toen ik net nieuw was hier in de VS. Maar het is hier dus. Netjes. En gebruikelijk om de laatste en de hoogste aanspreektitel te gebruiken van uh, iemand die die uh, van de post die diegene heeft bekleed in het verleden. Dus we zagen dat eerder met de ambassadeur Bolton. Die wordt nog steeds Ambassador Bolton genoemd. Ja. Uh, Hillary Clinton wordt nog steeds secretary genoemd, madam secretary. Um, en, en op die manier, door dat te doen, eist de advocaat ook een soort ja, respect voor Trump op. In de rechtszaal. Ja, het is een soort van. Het is, het is een oud-president. En bovendien zei ook nog een keer, hij is ook nog eens een keer de, de genomineerde voor de republikeinse Partij. En hij zei van we moeten respect voor die man tonen. En uh, dus dat was opmerkelijk. En uh, uh, wat mij opviel aan die openingzin, van He is innocent, dat hoef je in principe niet te zeggen. Uh, Sophie, mm. uh, kijk, het OM heeft een zaak yeah. en dan ja, dan kan je daar kan je op ingaan zeggen van, nou, er is geen bewijs voor. Maar als je dus zegt, hij is onschuldig, dat is een enorme stap om te zetten uh, en dat hoeft, weet je wel, uh, dit hoeft je niet zo te doen. Um, hij hoeft alleen maar. Een advocaat hoeft alleen maar gereden twijfel te creëren bij een jury. Maar als je er heel hard in gaat. van hij is onschuldig, hij is onschuldig. Dan kan het ook iets oproepen bij jury van nou hoor, dat zullen we wel zien. Hmm. Dus het verhaal gaat. Uh, volgens Trump-kenners, die wij volgen in de media, dat dat moet ingegeven zijn door Trump zelf. Die beide dingen, die zei: Ik wil altijd president genoemd worden. en je moet zeggen dat ik onschuldig ben. En juridische experts, waar ik naar luisterde deze week, zeiden van ja: De meeste advocaten zeggen ja, dat gaan we niet zo zeggen. We gaan gewoon zeggen: Van de er is geen zaak of het OM heeft geen bewijs. of dit is allemaal onzin. Mm -hmm. uh, maar kennelijk had Trump zoiets van tegen zijn advocaat: Je moet deze punten van mij uh, overbrengen. En um, ik denk dat hij dat ook doet. Uh, wat je zag is dat meneer Blanche, de, de verdediger, uh, ook probeerde Trump tegelijkertijd als een soort mens neer te zetten. Hij zei van ja, hij is ook een echtgenoot en een vader. Hij is een mens net als u en ik. Dus hij probeerde ook tegen die juryleden te zeggen, ik snap dat je naar deze man kijkt als een soort van larger than life figuur. Mm -hmm. Maar hij is ook gewoon een man die nu van iets beschuldigd wordt, yeah. waarvan hij zegt dat heb ik niet gedaan is toch bijna een beetje tegenstrijdig. aan de ene kant hem wel consequent president noemen en uh, ja, dit is dit is zo, niet zomaar iemand en aan de andere kant is hij iemand zoals jij en ik. ja. nou, uh, goed. de verdediging heeft natuurlijk ook een aantal tactieken in deze zaak en de aanklachten wegwijven als heel normaal gedrag. dat is iets wat zij continu doen eigenlijk. En ze proberen de getuigen neer te zetten als leugenaars. Ja, ze gaan gewoon gaten schieten in het verhaal van het OM. En wat Blanche ook zei, ja, een pogingen om goede publiciteit te krijgen, dat is niks mis mee. Hij zei letterlijk er is niks mis met het proberen de verkiezingen te beïnvloeden. Dat heet democratie. Hij zegt eigenlijk, ja, in een campagne, dat kan je niet netjes vinden. Dat gaat hard. Je probeert mensen te beïnvloeden. Je, hè, je onderhandelt misschien met de New York Times. Van, uh, 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 weet je wel, ik wil niet dat je dat publiceert. En weet ik veel, maar niet. Dus mm. hij zegt, dit is nou eenmaal een spel. En daar gelden politieke regels voor. Dus, dus, ja, om hier nou mensen voor te gaan vervolgen, is een beetje onzinnig. Dat was de ondertoon van het verhaal van de advocaat ja. van Trump. Ja. ja. Ik hoorde inderdaad ook wel experts zeggen, ja, dat is... Dat is iets wat gebruikelijk is. Ook bijvoorbeeld Hillary Clinton deed het ook over haar. Er werden ook weer uh, juist allerlei roddels verspreid. Daarnaast zegt de verdediging: ja, de betalingen die Trump aan Cohen deed, dat waren precies wat ze zeggen op de statements: namelijk juridische kosten. Cohen was een juridisch medewerker, was een advocaat en fixer van Trump. Dus ja, er is helemaal niks gelogen aan. En zegt de uh, verdediging ook ja. En misschien uh, de ondertekende Donald Trump gewoon wordt hem voorgeschoten. Het werd was net president geworden. Iemand zei u moet wat seks tekenen voor uw bedrijf. Oh, oké. Okay. Dus wie dan moet het OM ook maar aantonen dat Trump wist dat dat fraude was en zo. Dus ze gaan op allerlei manieren, vers, verschillende manieren gaan ze dus zeggen van a. Ah, misschien was dit gewoon helemaal niet slecht gedrag. Mm -hmm. En daarnaast begaan we ook, zien we ook dat die aanval begint op de getuigen. Hè? Allemaal leugenaars. Die soms zelfs ook verklaringen hebben ondertekend. Die tegenspreken wat ze nu zeggen. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld een van die vrouwen die, die opgevoerd wordt. Die heeft gezegd, nee ik heb geen relatie gehad. ze zegt ze, ik ben een relatie met hem gehad. Ja, wat is het nou? Meneer Cohen is veroordeeld voor liegen onder ede. Dus de, die advocaat gaat zeggen... Wacht eens even, je hebt allemaal leugenaars die... Wie weet weer een leugen vertellen... En, en daar zit een oud-president. Dus ja, wie ga je geloven, mensen van de jury? Mm, dus je ziet ja. dat dat ook hun tactiek ja, ja. is, hè? Ja. Um, Trump zelf, die spreekt overigens iedere dag uh, tot de camera's die in de rechtbank... Nou, niet in de rechtszaal staan, maar wel in de rechtbank in de gangen voordat hij de rechtszaal ingaat. En um, iedere dag als hij aankomt en vertrekt, dan zegt hij even iets tegen de camera's. En deze week zei hij dus een aantal keer, ja, we wisten al. Um, he, hij zegt iedere keer weer: dit is een politieke vervolging. Um, en deze vervolging is bedoeld om mij van het campagnepad ja, af te houden. Dus ik keer. moet hier iedere keer maar zitten. En mijn tegenstander, Biden, die uh, is lekker op campagne, is oneerlijk. Um, en hij zegt zelfs. Deze rechtszaak is in opdruk in opdracht van Biden met als doel om me van het campagnepad te houden. Ja, Iets waar er geen bewijs voor is natuurlijk. En deze week ging Trump ook inhoudelijk in op de zaak wat interessant was. Hij zei ja, na het luisteren van die openingsargument... zei hij van ja, is dit het? Uh, checks die zijn overgemaakt aan een advocaat. Hij heeft letterlijk gezegd, ja, dit is iets kleins. Dit gaat over boekhouding. Word ik hier nou voor vervolgd? Voor hoe, ik, hoe ik een check overmaakte? Dus ja, interessant. Zeker. En um, ook interessant trouwens aan deze rechtszaak, het gaat heel snel. Dus uh, die opening statements waren meteen maandag. En maandag kregen we ook al het eerste deel van de eerste getuige. Die eerste getuige is David Packer, dat is de voormalige bestuursvoorzitter van American Media Inc., uh, de uitgever van een aantal bladen, waaronder dus die National Inquirer. Ja, ik ken dat blad, want de meeste Amerikanen kennen dat. Niet omdat ze het wel eens gekocht hebben, want er wordt niet heel veel verkocht. Maar het staat in de, in de, bij de kassa, in de supermarkt. Als je in Amerika naar de, de supermarktkassa ja. gaat, dan liggen daar zeg maar de Twix en de Snickers en zo. En daar heb je wat van die bladen. En dat is dan People Magazine. En weet je wel, hello of Oké, okay, man, de sterren. Oh, weet je wel, is, Taylor Swift is weer uit elkaar gegaan met haar vriend. En daarnaast staat zo'n gek blad met van die grote koeienletters letters op de cover, en dat is altijd van: nou, de aliens zijn geland of Elvis leeft nog of zo. Dat is de National Inquirer. En. <laughs> Het, het, het gek gek is, ik herinner me wel nog, Sophie, dat ze één keer een echte primeur hadden. Toen was er een presidentskandidaat bij de Democraten die heette John Edwards. En zij kopte: John Edwards heeft een love baby, een liefdesbaby. En nou, dat dacht je echt aan, weer zo'n verhaal in dat roddelblad. En het was gewoon waar. Ze hadden gewoon op het juiste. En die man is helemaal, dat hij was vreemd gegaan. Terwijl zijn vrouw kankerbehandeling had en er is een baby geboren. Anyway, dus soms hebben ze gelijk, maar meestal is het allemaal onzin. Maar interessant was, en ik herinner me dit nog zo goed. Ik stond in 2016 in de supermarkt. En denk: wat is dit nou voor rare kop op dat blad dat altijd bij de kassen ligt? En het was echt zo van Hillary Clinton is op sterven na dood. Ze heeft kanker of ze is ziek. Of weet ik wat. En ze zagen dat jaar alleen maar anti-. Een negatieve verhalen over Trumps tegenstanders. En dan de week daarna was het: Donald Trump is klaar om het land te regeren. Stond op de cover van dat blad. Dus er was gewoon iets geks aan de hand. Met mm. dat blad dat normaal riep: van I don't know, weet je wel. Uh, aliens uh, hebben Hollywood overgenomen. Die gingen gewoon nu echt politieke campagne voeren. Oké. Okay. En dat heeft Packer ook. Toegegeven toch, ja. nu al deze week. Hij zei: Hij heeft gezegd: Ja, ik deed het vuile werk voor Trump. Um, ik publiceerde dus niet alleen maar uh, mooie verhalen over hem, uh, zegt hij, maar ook vooral uh, negatieve over anderen. En hij heeft dus echt besloten ergens in dat proces om actief Donald Trump te gaan helpen. Ja, hij zei: I will be your eyes and ears, zei hij tegen Donald Trump en Michael Cohen in de uh, Trump Tower. Uh, kijk, en het interessante is um, met die, hoe het werkt met die misinformatie. Laten we daar even naar kijken. Is mm -hmm. dat. Kijk, als Donald Trump in 2016 bijvoorbeeld, hij ging al zijn republikeinse tegenstanders kapot maken. En dat gebeurde mede samen, in samenspraak met dat blad, de National Enquirer. Meneer Packer heeft getuigd dat hij letterlijk een pdf van de opmaak van het blad stuurde aan Michael Cohen, de fixer okay. van Donald Trump. En dan stuurde Cohen een mail terug, ja, er mag nog iets meer, iets nog iets onaardiger over Ted Cruz. En dan, zo kon het dat het blad schreef dat de vader van Ted Cruz betrokken was bij de moord op John F. Kennedy. Of dat Marco Rubio, een andere Reprikeins kandidaat... wel zes maatressen hadden, waarvan er drie zwanger waren geworden. Dat was allemaal onzin. Maar weet je hoe dat werkt, Sophie? En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gezien. Mm -hmm. Kijk, als Donald Trump over zijn tegenstander zegt: ja, misschien is zijn vader wel de moordenaar van John F. Kennedy. Dingt hij, het ja, is een bizar onzinnig verhaal. Maar als je dat verhaal een keer langs hebt zien komen, terwijl je bij de kassa stond. En vervolgens hoor je op Fox News, ja, er is heel veel gedoe over die vader van Ted Cruz. En dan vervolgens zegt Donald Trump in een rally: Hij zegt niet van uh, Ted Cruz, zijn vader is een moordenaar. Mm. Hij zegt, nou, die Ted Cruz heeft dat problemen met zijn familie, hè? Ho, heb je dat zo? Ja, dat is toch niet mm. mis. Okay. En zo creëer je een negatieve verhaallijn. En dat was dus bewust gedaan. In overleg met meneer Packer. Van we gaan gewoon Donald Trump helemaal ophemelen. Donald Trump is zo geweldig en succesvol. En al zijn mensen, um, al zijn tegenstanders omlaag halen. Nou, dat is één ding. Maar wat we deze week verder de volgende dagen geleerd hebben: is dat Pekker dus nog een stap verder ging. Hij zei: ik koop verhalen op. Ja, hij onderdrukte dus als het ware verhalen. Dus verhalen die negatief konden zijn over Donald Trump, die. Kocht hij? Hij ging dan vaak naar de bron en uh, liet de bron het verhaal aan hem vertellen uh, in ruil voor geld. Maar vervolgens publiceerde hij dat verhaal dus niet. En dat is dat catch and kill, waar, waar jij het over ja, had. Je vangt het verhaal catch en dan kill je het verhaal. Het is dan want het publiceert niet met als doel om iemand te helpen. En het is kablijkelijk in dat hè, voor de duidelijkheid gewone journalistiek wij. Van AirTag Nieuws, merken absoluut niet zo. Maar nee. kennelijk in de National Enquirer deden ze dat dan bijvoorbeeld. Dan hielden ze iets negatiefs van over een ster achter. Maar dan zeiden ze ja, maar als je niet yeah. nu een exclusief interview geeft. Hè, als je bijvoorbeeld, zeg maar, ik noem maar wat. een grote ster op de cover hebt. verkoop je meer bladen. Dus dan zeiden ze van, we hebben dirt op jou. En uh, als jij niet nu een goed interview geeft. of je baby laat zien. of god weet wat. dan, uh, dan gaan we die onzin publiceren. Dus dat werd vaak zo ingezet. Mm -hmm. uh, maar nu had het politieke doel eigenlijk. Ja, precies. Maar uh, nog even daarop verdergaand, want hij heeft dat dus in een aantal gevallen gedaan voor Trump. Hij heeft bijvoorbeeld 30.000 dollar uh, betaald aan een portier van Trump Tower. Uh, die portier die, die beweert dat Trump een buitenechtelijk kind had bij een medewerker. Um, en die packer heeft dus die 30.000 dollar betaald, ja. uh, die, die portier afgekocht bij wijze van spreken en nooit meer dat verhaal gepubliceerd. Ja, ja dat is bizar, hè? Ja. En hetzelfde deed hij bij Kerr McDougal, een voormalig Playboy-model, dat claimt dat zij een relatie had met de getrouwde Trump. Zij vertelde haar verhaal, het is allemaal opgetaped, het opgeschreven en vervolgens werd het in een kluis, letterlijk in een kluis gelegd in de kantoren van de American Media Inc. Hij gaf haar vervolgens een contract voor journalistieke bijdrages, tussen aanleidingstekens, zoals een column over haar fitnesstips. En daarvoor gaf hij hmm. haar dan 150.000 dollar. Hij heeft haar gewoon afgekocht. Hmm. En blijkbaar had zij ook zoiets van, hé maar ga je er iets doen met het verhaal? Nee. En maar dat was zij dus... mag het dan dus ook niet meer nee, aan want iemand dus anders. Een verklaring betalen. getekend ja. van je hebt de exclusieve rechten of van mijn verkopen. verhaal. Mm -hmm. Ja, dit, zo wordt een negatief verhaal over Trump van de markt gehaald. Hmm. En dat is uh, mag dat Ik wil ble... nog één ding over vragen, want het voedt allemaal natuurlijk in dat hele narratief. Maar ik zou toch denken: de National Enquirer... als ze eerst kopte aliens zijn geland of zo, dat heel veel mensen. Ja, daar totaal geen waarde meer aan hechten wat ze zien op de Cover van dat blad. Ja, het gekke was meneer uh, Pekker verklaarde er ook over. Hij zei: het enige wat er eigenlijk toe deed in ons blad was de cover. Omdat zoveel mensen hem zien. Tot wel 100 miljoen mensen zien hem in de supermarkt. Mm -hmm. En weet je, maar je weet hoe het is. Misschien als jij in de supermarkt Nederland staat en er staat misschien ik weet niet of tegenwoordig nog eens een story of een ding. In die van, mm -hmm. Oh, uh, is, uh, wat is er nou weer met Jan Smit aan de hand? En dan ergens in je hersenpan zit dat stomme feitje over Jan Smit. En dan voor je het weet zet je met iemand een bol en zegt. Nou, ik las dat Jan Smit. I don't know, weet ik, wat een <laughs> nieuwe vriendin heeft of zo. Ja, en het okay. is zo dom hoe dat werkt. Ja. Maar dat, ja, dat, dat ja, effect. Ja. Kijk, ja. en vergis niet hè. Elke week bij de supermarkt. En mensen gaan elke week naar de supermarkt. Stond er weer. Hillary Clinton is dement. Hillary Clinton is een crimineel. Hillary Clinton is dit. En week na week na week stond het op de National Choir. Ja. Dus... dus dat blijft dan ergens hangen. Mm -hmm. En als Trump dan zegt van, je bent crimineel. Dan zeg maar: ja, maar ik heb het ergens gelezen. Nee, nee, ik hoorde daar iets over. Dat is ja. inderdaad crimineel. Er is een onderzoek. Ik zag ergens dat. Waar zag ik dat ook weer? Ja, in dat stomme, leugenachtige blad in de supermarkt. Oh, oh maar goed, je hebt het wel <laughs> binnengekregen. Ja, precies. Ja, ja. Oké, okay. maar waarom Pekker dat dus deed, dat is voor mij nog steeds een grote vraag. En dat is eigenlijk voor iedereen nog steeds een grote ja. vraag, want dat is nog niet behandeld op het moment dat we deze aflevering opnemen. En op een gegeven moment heeft hij kennelijk wel gezegd, nu ben ik klaar met betalen. Mm -hmm. Want toen Stormy Daniels kwam, die pornoster, in 2016, yeah. vlak voor de verkiezingen. Uh, toen hadden wat de gram bij de pussy tape gehad en zo. En zij wilde met het verhaal naar buiten komen. Toen zei hij, ik ga niet meer betalen. Dus we willen wel een deal, we willen helpen bij het sluiten van een mm -hmm. deal. Maar jij moet betalen. En toen heeft Michael Cohen, dus de affixer van Donald Trump, betaald. En, uh, en, en zo... Heeft het zich allemaal ontrafeld en nu daar, daardoor zijn waar dus we nu die zitten? Dat is paper trail, of in ieder geval dat zegt, dus de openbaar ja. aanklager. Ja, en meneer Packer, die heeft dus onschendbaarheid gekregen van de OM. Dus alles wat hij nu zegt in de rechtbank kan hem niet, hij kan daarvoor niet vervolgd worden. Maar hij heeft oh. in het verleden ook andere dingen gezegd. Dus ja, dit is ook een niet helemaal hm. betrouwbare getuige, zegt de advocaat in ieder hm. geval. Het verhoor van meneer Pekker gaat door deze dagen en we hopen te horen dus wie er volgende week gaat getuigen. Want ja, ik wil graag Stormy Daniels en Carol McDougal en al die mensen langs zien komen. Terwijl deze zaak loopt, wachten we ook op tussentijdse vonnissen van rechter Juan Merchan over allerlei moties. En dat gaat vooral over het zogeheten de gag order, het zwijgverbod dat Donald Trump is opgelegd. Ja, en dan met name de vraag: krijgt Trump een boete voor het overtreden van zijn spreekverbod? Want um, Trump mag wel klagen over de rechter of over de aanklager, maar hij mag niet klagen over de juryleden. En we hebben natuurlijk gezien dat hij. Ook al voor deze gag order, heel vaak heeft gezegd: Ja, ik kan nooit een eerlijk proces krijgen hier in New York met al die linkse progressieve uh, mensen die hier wonen en dus ook de jury vormen. En dat mag hij dus niet. Niet meer doen. Want dat kan gezien worden als een soort intimidatie. Ja. Of een ophitsing. Op en zijn bang dat de veiligheid van de jury in geding komt. Hè, er is gewoon een jury, dat zijn gewoon mensen die aangewezen zijn en uh, klaar, weet je wel. Maar als hij blijft zeggen. Die jury is oneerlijk. Dan kan dat ook letterlijk, tuurlijk, het leven van mensen in gevaar brengen. Um, dus nou ja. Ondanks die gag order publiceert Donald Trump van alles op zijn social media site Truth Social. Eh, inderdaad, over die jury dat het linkse vooringenomen mensen zijn. Het OM heeft daarop een lijst gemaakt met 10 overtredingen van het spreekverbod. En vraagt dus nu aan de rechter: je moet Donald Trump uh, bestraffen. Dus ik kan hem 1000 dollar geven per overtreding. Of je kan eventueel zelfs 30 dagen cel geven aan Donald Trump. Nou, we wachten nog steeds. Het is op maandag al ingediend. We nemen dit op donderdag op. We hebben nog niet gehoord of de rechter meer kort gaat. Maar dat zou wel een om, om, opvallende draai zijn in deze zaak. Ja, dan zou hij al celstraf krijgen, kunnen krijgen voordat hij veroordeeld is voor. Waar die nu voor vervolgd wordt. Maar... In principe zou het kunnen. Maar ik wat experts zeggen, is dat bij de eerste overtredingen waarschijnlijk niet meteen. Je okay. eerst een waarschuwing dan een boete. Als je dan doorgaat, eventueel een paar dagen zelfstraf. Goed, we gaan het mm. over het andere grote verhaal hebben waar Amerika volledig in de ban van is, namelijk studentenprotesten op de grote universiteiten. Honderden mensen gearresteerd en afgevoerd. kampementen die opgebouwd en afgebroken worden. 130 mensen alleen nog bij NYU, New York University, afgelopen maandag. Later ook in Californië, Boston, Texas, overal. En Sophie, jij stond daar met cameraman Mees en stagiair Duktai middenin op maandag bij een uh, ontruiming. Vertel waar dat ja. was en wat je, wat je zag. Ja, wij waren bij NYU, dat is New York University, um, vlakbij uh, uh, Washington Square Park, dus een beetje Lower Manhattan. Dat is een van de elite uh, top universiteiten hier in New York. En wij kwamen daar maandag eind van de middag. Honderden mensen stonden daar te protesteren. En je moet even voorstellen, het zeg maar straatniveau en dan is er een soort halve verdieping daarboven... is er een pleintje voor de ingang van de business school van NYU. En op dat verhogingje hadden um, demonstranten, pro-Palestijnse demonstranten... hadden daar een kampementje opgeslagen. Dus daar stonden tentjes en zo. Als een um, soort camping of zo? Ja, bijna als een soort camping. Het zag er een beetje uit als een festivalterreintje. We konden ja, ja, ja. het ook weer niet zo goed zien. Want wij mochten daar niet opkomen. Familie? Uh, van de organisatie. Dus het waren echt okay. de, ja, de studenten die het organiseerden, die stonden daar met een megafoon leuzen te roepen en dan de hele ja, menigte die uh, voor op straatniveau gewoon voor dat pleintje stond, die riep dan mee. En zij waren daar in solidariteit en om de mensen op dat plein, dus die echt in dat kampement zitten, om hen ja, te beschermen, zeg maar. Want Um, de universiteit had een ultimatum gesteld. Het kampement moest om vier uur smiddags weg zijn. Oh, want het, het is op terrein van de universiteit, blijkbaar? Dat pleintje kan was uh, terrein van de universiteit. Okay, dus de universiteit ja. kon zeggen, die mag hier niet mm -hmm. zijn of zo? Ja. ja, okay. ja. En uh, als ze dat niet zouden doen, dan zou de universiteit de politie erop afsturen. Okay. Dus wij kwamen daar na vier uur, ze stonden er nog steeds. En een paar blokken verder stonden de politie... Uh, Bussen al klaar. Oh. Ja. maar echt ME met, met helmen en, en, en schilden en zo. Of heel relaxed. Wat was de Die vibe? zagen we toen nog niet. Mm -hmm. um, we zagen vooral de bussen. Uh, maar het waren wel van die arrestatiebussen waarin mensen worden afgevoerd, zeg maar. Als en het ze... werd, uh, je hebt werd uh, een beetje grimmiger. naarmate nou, de avond voor. Ja, weer, het eerst stonden ze zo zeggen. Ja, zeker. Nee, ze stonden een paar blokken verderop. Maar op den duur. Um, reden de politiebussen langs... en gingen ze, denk ik, zeg maar... een paar blokken om... zodat ze aan de achterkant van het plein klaar stonden. Um, dus ze moesten voorlangs... Uh, bij het protest uh, langsrijden. En toen werden ze uitgejouwd... en uh, nou ja, een hoop boegeroepen... en ook echt boze demonstranten. Um, en toen sloeg de sfeer wel wat om, want het was gewoon een rustig protest. Mensen waren wel, ja, fired-up, zeg maar. Ze waren heel um, gepassioneerd, maar niet, um, hoe zeg ik dat? Het was niet agressief of zo. Mm -hmm. uh, en toen die politiebussen langskwamen, toen, ja, je voelde gewoon de spanning ja, het gaat stijgen. Gebeuren, ja. Want we hadden natuurlijk een week ervoor al de arrestaties bij Colombia gezien. En uiteindelijk heeft de politie, maar later op de avond... ...om half negen volgens mij, heeft de politie ook echt ingegrepen... Ja. ...en gezegd, uh, ik, ik zag de beelden die meesmaakten... Mm -hmm. uh, ...dit is de politie, uh, u mag van en waar ja. hier niet meer zijn... ...als u niet nu vertrekt, je kent het soort ja, dingen... Ja, ja. Dan, ...dan gaan we u arresteren. En dat ja. deden ze dus ook. Ja. Mm -hmm. En hoe ging dat dan? Nou, op den duur zijn we toch... ...toen was het echt duidelijk dat de politie dus ging ingrijpen... ...dus toen konden we toch op dat plein komen... Um... En we stonden daar eigenlijk ja, op een soort verhoging. Konden we het precies zien. Aan de ene kant stonden de studenten op dat plein, aan de andere kant de politie echt in. in ja, hoe noem je dat? In een soort Formatie. opstelling, informatie. Mm -hmm. um, en helemaal vooraan bij die studenten stond een rij. Volgens mij waren dat faculteitsmedewerkers. Mm. En die stonden gearmd. Voor de studenten, zeg maar. Um, en op dat plein waren veel studenten die, die bleven daar dus uh, demonstreren. Een heel aantal van hen was ook aan het uh, bidden. Mm. En ja, je zag dus dat eerst de faculteitsmedewerkers en ook een hele kring van studenten in arm in arm stonden om die mensen in, ja. in die tentjes. En ja, iedereen en toen... werd gearresteerd, of alleen die mensen in die tentjes? Nee, nee, nee. Uh, iedereen. Dus ook, oh. ook die faculteitsmedewerkers, uh, de mensen die daar stonden om hen te beschermen. Ja, het was gewoon, dus de spanning steeg echt ontzettend. En ineens ging de politie. Ja, aan de slag, zeg maar, trokken ze gewoon één voor één die mensen los. En die werden dan afgevoerd. En uh, de eerste paar gingen best wel rustig. Die mensen gingen ook gewoon mee. Maar na een tijdje werd het echt een hoop geduwen en getrekken. Mensen die niet mee wilden en gillen. En uh, groepjes en, mensen die wegrenden. Uh, en hoe was het voor jullie om je werk daar te doen? Word je in de weg gezeten? Of werd je ook ja. uh, uh, negatief benaderd door de politie of door die demonstranten? Hoe was het daar? Nou, toen... Toen de arrestaties echt plaatsvonden, dat was wel lastig. Want toen was het dus heel veel geduw en getrek en, en best wel chaotisch. Mensen die wegrenden voor de politie. Dus dan moet je natuurlijk niet. Op de duur stonden wij voor de trap. Uh, weg van het pleintje naar de straat. Ja. En ja, de politie kwam aan de andere ja. kant juist met charges, zeg maar op die studenten. Oh, oh, al. Dus toen niet dacht niet ik ook wel: oké, okay, meest misschien moeten wij niet voor de uitgang gaan staan. Maar ja. Um, die politie was ook best wel. Uh, ze zei die keer: uh, alle pers moet hier weg. Uh, mm. Want als je, als je hier op het plein staat, dan word je ook gearresteerd. Ja, want het plein was privéterrein, dus dat ja. zouden ze kunnen roepen. Ja, ja. Um, en die, uh, de studenten waren eigenlijk. Ze waren vooral positief richting ons cameraman en richting mees want ze wilden, ze zeiden allemaal ja show the world laat maar zien wat hier allemaal ja. gebeurt tegen mij waren ze iets minder uh, aardig en waarom dan ja ik denk als je in de Amerikaanse media kijkt daar daar kan je van alles van vinden maar ik zie niet heel veel interviews met de studenten over hun Eigenlijk. Ja, het gaat heel Ze zijn over... boos. Ze worden neergezet in de Amerikaanse media als een soort lastige of, of uh, oh, 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 anarchistische, antisemitische, en antisemitische mensen. Ja. En we zien dat dat alleen maar toeneemt, die discussie. Hè? Want uh, we zien ook politici daarheen komen, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij ook zegt, we moeten de nationale garde moet worden ingezet. Maar goed, laten we het daar dan over hebben. Want ja. we hebben het vorige week hier ook al over gehad, maar laten we het nog wat dieper induiken. Je hebt nu met mensen gesproken. Die daar stonden te demonstreren, ja. die hebben jou echt haarfijn uitgelegd. Wat zij nou precies willen ja. hè? en wat ze eigenlijk willen is, nou ja, dat de universiteit zich uitspreken tegen de oorlog mm -hmm. en dat er dat er een divestment is, dus dat de universiteiten geen geld meer verdienen aan investeringen in uh, Israël ja. en dat ze dus een boycott komt van Israël. Ja. En dus dat en is wat ze daar willen. Daar specifiek bij NYU was er nog een extra eis, want uh, de NYU heeft een uh, satellietfaculteit in Tel Aviv. Dus zij hebben gewoon echt een dependence, zeg maar, in, uh, en in Israël. Moet dicht of zo en in zij willen van. dat uh, NYU die afstoot. Ja. Vertel, waarom vinden ze dat? is dus een heel specifiek iets. Weet je, wel? Ja. Je, je zegt we zijn boos over wat er gebeurt in Israël. Ja. Maar dat gaat dus heel specifiek over wat hun universiteit doet eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, het was, het was echt heel interessant om daar te zijn en met die mensen te praten. Want eigenlijk zijn hun eisen heel helder. Dit zijn mensen vaak ook die nog bijvoorbeeld moslim zijn of Palestijnse roots hebben, familie hebben zitten in Gaza, maar lang niet iedereen. En wat zij zeggen is. Um, onze universiteit heeft een heleboel geld op de bank. en dat wordt geïnvesteerd. En dat investeren ze in allerlei bedrijven die geld verdienen in Israël of die geld verdienen aan bijvoorbeeld het produceren of ontwikkelen van wapens... die worden gebruikt door Israël. En wat die studenten willen is dat de universiteit stopt met het investeren... en dus ook weer indirect geld verdienen aan, ja, aan, aan Israëlische bedrijven... en aan zaken doen met uh, Israël. Waarvan zij vinden dat het een uh, moordzuchtige regering heeft op dit moment. Ja, dus het is soort van, we zijn woedend over wat we zien als een genocide in, uh, in Gaza, de, de vele burgerdoden die daar vallen, en dus moet Israël gestraft worden, en dus mag mijn, ja. mijn wij eisen dat onze universiteit waar hij ook wat is het 80.000 dollar per jaar collegegeld aan betalen daar niet aan meedoet, en Heel, dat past ja. een beetje in dat, want we zien dat dat de, Universiteiten, maar ook pensioenfondsen, bijvoorbeeld zo'n divestment. Mm -hmm. al hebben gedaan. Als het gaat bijvoorbeeld om fossiele brandstoffen. Yeah. Of uh, weet je wel, wapenleveranciers. Yeah. Dat, dat is allemaal al gedaan. Dus zij zeggen eigenlijk, dit is dit kan je gewoon doen. Mm -hmm. Alleen dat is yeah. ook weer niet zo heel makkelijk. Want het is er een verschil of je zeg maar. Ik, ik, heb, ik koop een aandeel Exxon Mobil. Of ik koop een aandeel van een bedrijf, Google, dat ook, weet je wel, misschien AI levert dat Israël gebruikt. Dus het is best een. Lastig iets natuurlijk om te voor te stellen. Nee, zeker, ja. Um, maar de eis van die studenten is heel, heel helder. Zij zeggen gewoon: ik betaal tienduizenden dollars per jaar aan deze universiteit. En dat wordt gebruikt om mijn mensen, zeg maar. Uh, of om, om onschuldige mensen te vermoorden. En dat, dat wil ik niet meer. Ik wil dat mijn universiteit daar afstand van doet. Um, en dat is inderdaad, het is niet zo. Het is niet zo simpel, um, maar ja, bijvoorbeeld pro-Palestijnse studenten aan MIT, dat is een, uh, een, een topuniversiteit. Ja, in Boston, um, ja. Zij zeggen, uh, onze universiteit heeft in de afgelopen tien jaar zo'n 11 miljoen dollar ontvangen van het Israëlisch leger voor onderzoek naar drone-navigatie en raketafweer. Oh, oké. Okay. Nou ja. Dat is heel moeilijk te verifiëren uh, voor ons, want die geldstromen die zijn lang niet altijd transparant. Okay. En investeringen doen de universiteiten ook vaak weer niet di direct. Dus die doen ze via investeringsfondsen, mm, ja. die hebben dan een portfolio en zo. Ja, ja, ja. Maar ja, aan de andere kant, dat soort onderzoeksprojecten kan je natuurlijk best wel vragen bijstellen. En gewoon stoppen. Er is een enorme vervlechting eigenlijk tussen Amerikaanse instellingen en, en, en Israëlische instellingen. En eigenlijk zeg, zeggen deze studenten, die banden moeten doorgeknipt worden. Je kan dat niet meer gewoon behandelen als het was voor wat hier gebeurd is in Gaza. Ja. Dus eigenlijk weet je wel het vage is dat je in de media, en zeker de republikeinen roepen allemaal. Het is allemaal antisemitisch tuig en uh, haksen, de pan, die studenten. En we denken ze wel niet dat ze zijn dat ze daar een tent neer kunnen zetten. Um, maar jij zegt eigenlijk. Het ze kwamen een soort van over als mensen met een heel specifieke vraag. of een eis, eigenlijk. Ja, nou ja, ik denk dat dit een uh, specifieke eis is. Um, en ten tweede willen ze dus graag. Zij zeggen ook van ja, maar universiteiten zijn. Machtige instituten, ik bedoel zowel financieel, NYU heeft zo'n 5 miljard dollar aan donaties en schenkingen in wow, klas. Ja. Dus waarin zij investeren, dat heeft best wel impact. Ten tweede, dit zijn echt de elite universiteiten van de VS. En um, ja, dat zijn dus machtige instituten ook als zij gewoon afstand doen bijvoorbeeld van een oorlog. Of, of, ja. um, dus ja, ja, zij dat... willen graag dat de universiteit zich uitspreekt. Juist, en ik denk ook dat die discussie heel erg gaat voor de studenten over vrijheid van meningsuiting. Wij willen kunnen demonstreren, en het feit dat bijvoorbeeld die, die baas van Columbia, maar nu ook NYU, de politie toelaat op. Terrein van de universiteit. Hè? De politie kan niet zomaar ingrijpen op privéterrein, tenzij de eigenaar van dat privéterrein daar toestemming voor geeft. Ja, tenzij ja, het niet alleen toestemming wordt. geeft, dus maar je, actief. Je nodigt belt. ze uit. Ja. Hè? En dan, daarvan zeggen die studenten mm -hmm. natuurlijk ook: van wacht eens even, ik ben gewoon aan het demonstreren. Ik ben niemand aan het, uh, weet je, beledigen. Ik ben niks aan het vernielen. Ik zet alleen een tentje op daar. Ja. En ik word gewoon als een soort crimineel weggevoerd door mijn eigen Universiteit die notabene een instituut hoort te zijn van onderzoek en kennis en vrijheid van meningsuiting. Daar staan universiteiten ja, voor. Exact. Ja, ik sprak daar ook een aantal uh, leraren en die zeiden dan die aan NYU lesgeven en die zeiden wel ja, uh, de hele dag dit uh, geluid voor de deur, het verstoort wel de les, maar mm, yeah, yeah. Hè, um, aan de andere kant. Inderdaad, die studenten die betalen tienduizenden dollars per jaar. Ze staan op eigen terrein. Ze, uh, ze zijn niet agressief, ze vallen niemand lastig. En zij zeggen het is het demonstratierecht is een heel groot goed. Ja. En dat wil ik gewoon kunnen uitoefenen hier. En wat je zegt, universiteiten zijn ook nog eens instituten waar je toch juist het gesprek aan zou moeten gaan. En ruimte voor discussie zou moeten zijn. Aan dus, de andere ja. kant horen we dat de leiders van die universiteiten en ook politici zeggen: er zijn voorvallen waarbij mensen, Joodse studenten, zich niet veilig voelen. Ja. Er is deze week is er een fil filmpje verschenen waar iemand riep tegen een Joodse student: ga terug naar Polen, hè, waar sommige Joodse mensen vandaan. Hmm. We komen oorspronkelijk gezien dan. Uh, er werd gezegd, hier moet een Hamas-raket opgegooid worden. Uh, ja. Weet je wel, dus, uh, dus er zijn incidenten. Ja. Uh, dus weet je dat is de achterliggende reden waarom ook die universiteit zeggen, ja, nou, het is niet alleen maar vreedzaam. Voor de duidelijkheid wat jij daar zag, heb jij daar iets van antisemitisme gezien? Um, wat, wat was jouw ervaring daar? Ik heb daar geen uh, antisemitisme gezien. Ik, het enige wat ik heb gehoord is de uitspraak: From the river to the sea, Palestine will be free. En we weten natuurlijk dat dat een omstreden uitspraak is. Dat, die, dat uh, sommige mensen die antisemitisch vinden en dat die die uitspraak horen als dat Israël niet meer zou moeten bestaan. Nou, sprak ik daar ook studenten die zeiden: Ja, maar anti-Zionisme is niet hetzelfde als tegen de Joodse identiteit zijn. Dus daar zit dan ja. ook weer een nuanceverschil in. En je vertelde me dat je ook Joodse studenten sprak... die aan het demonstreren waren ja. voor de Palestijnse zaak. Ja. Dus je hebt ook zeg maar, binnen die Joodse gemeenschap op de universiteit... De verschillende opinies gebruikelijk. Ja, precies. Ja. Ja, veel studenten zeiden, ja, er zijn hier gewoon Joodse medestudenten. Ik sprak inderdaad één uh, Joods meisje en uh, zij was daar ook aan het demonstreren. Zij zei dus van ja, maar er is een verschil tussen tegen het beleid van uh, Israël zijn en agressief zijn tegenover Joden. Ja. Um, zij voelden zich niet onveilig daar. Ik kan me voorstellen. Als je zichtbaar Jood bent en je loopt langs dat protest dat dat ongemakkelijk is. Ja. Yeah, yeah. ja. En die discussie wordt heel, heel versimpeld vaak ook, mm -hmm. vind ik wel hoor. Het is allemaal, die is goed en die is slecht. En ja. het is goed dat wij er aandacht en dat je er was en dat je er aandacht aan besteedt. Ja. Goed, tot zover bijna onze podcast. Want we gaan nog de Amerikaan van de Week doen. Onze wekelijkse rubriek. En mijn Amerikaan van de Week deze week is, zoals ik had geval, beloofd, een oude bekende. Nikki Haley, daar is ze weer. Die, die is al meer dan een maand uit de verkiezingen gestapt. Is gewoon geen kandidaat meer. Ik krijg alleen maar mails van, ik heb nu iets leuks aan het doen. Ik heb een aangenomen bij een van de instituut en vullen <laughs> een enquête in. Dus daar is Nikki Haley, maar ondertussen zijn mensen nog wel op Nikki Haley ja, aan het stemmen. Deze ja. week in Pennsylvania, belangrijke staat, kreeg zij 17% van de stemmen. Hallo wow, Pennsylvania, is... Nikki Haley is geen kandidaat meer. <laughs> Ze staat wel nog op het stembiljet, want dat moest van tevoren afgedrukt worden. We en weet ik allemaal niet. Maar het maar, interessante... Waarom dan toch? Nou, ja, het is een proteststem. Oh, je ziet okay. dus dat Republikeinen en dat vind ik zo fascinerend, want je hebt het over mensen, kijk dit is al duidelijk dat Donald Trump de voorverkiezingen gewonnen heeft. Dus die voorverkiezingen in Pennsylvania doen er niet meer toe. Maar het moet gewoon dus worden gehouden. Moet je, je voorstellen. Dus dat speelt, staat nul op het belang. En dan ga je de, neem je de moeite om helemaal naar het stembureau te gaan. Even weer het laten zien. van weer in te vullen. Om op je hele te stemmen. Er zijn honderdduizend mensen in Pennsylvania die de moeite namen om een proteststem tegen Trump uit te geven. En ik zal je zeggen, Sophie. Als je kijkt, dat is 17% van alle stemmen in Pennsylvania. Maar. Hm. Als je kijkt naar bepaalde regio's in Pennsylvania, dan weten we bijvoorbeeld dat het Pennsylvania is een staat die zowel Joe Biden als Trump eigenlijk moeten winnen om president te worden. Als Trump die staat wil winnen, moet hij vooral hoog scoren in de suburbs van Philadelphia. Dat zijn de soort rijkere gemeenten, mm -hmm. waar hoogopgeleide, wat rijkere, meestal witte mensen wonen. Die moet hij winnen. Nou, in die suburbs, andere Bucks County bijvoorbeeld, daar scoorde Nikki Haley zelfs 25% van de stemmen van Republikeinen. Dus als Trump wil winnen, moet hij alle Republikeinen achter zich hebben. Maar in die cruciale buitenwijken van Philadelphia zegt al 1 op de vier Republikeinen, ja, ik ben tegen Trump. Dus dat is een soort wow. noodalarm dat afgaat ja. bij de Trump-campagne. Ja. Want als een kwart van de belangrijkste republikeinen in een van de belangrijkste swing states gewoon niet opkomt dagen, dan kan hij wel eens gewoon keihard verliezen: de strijd om het Witte Inderdaad, Huis. Ja, ja, ja. Fascinerend. Hij moet aan de slag in uh, Pennsylvania. En wat je zou zien, normaal gesproken, Sophie, zou. De winnende kandidaat zegt, nou het is duidelijk, ik moet Nikki Haley als mijn vice-president nemen. Mm -hmm. Want dus heeft ze vertegenwoordigt echt een beweging in mijn partij. Ze is de laatste overgebleven persoon. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren, omdat zij en Donald Trump alleen maar aan het vechten zijn geweest. Mm -hmm. Ze heeft ook me. gewoon gezegd dat ze dat niet wilde, toch? Ja, maar ik denk, je, je weet het nooit. Nou, je weet het okay. never say als, never. Als een macht... Uh... Roept. Oké, okay, goed. Mijn Amerikaan van de Week is ook een oude bekende, zou je kunnen zeggen. Harvey Weinstein. Um, hij zit al een aantal jaar in de gevangenis. Dit is de Hollywood filmproducer die tientallen vrouwen seksueel zou hebben misbruikt. Um, het zijn ook de verhalen en aantegingen tegen hem, waarmee die hele MeToo-beweging uh, begon. Hij is in 2020 veroordeeld in New York voor seksueel misbruik. En um, zojuist is die veroordeling van tafel geveegd, want er zouden fouten zijn gemaakt tijdens het proces. Ja, dat is toch echt een supergroot proces. Um, en er zijn zulke grove fouten gemaakt eigenlijk, waarmee dus gewoon de hele veroordeling uh, ongeldig is verklaard. En dat proces moet weer helemaal opnieuw. Wat was er dan mis mee, zegt het Hof van Beroep? Nou, die, uh, dat proces ging over seksueel misbruik van twee vrouwen. Maar de uh, aanklager heeft een hele rits vrouwen opgeroepen als getuigen. En hen ook getuigenissen laten afleggen ja, ik in de rechtbank. Nog, ja. Ja. Oh ja. Um, en dat zijn dus allemaal vrouwen die zeggen: ja, mij is ook iets aangedaan door deze man. Um, maar omdat. Die hele zaak niet over hen ging. hadden zij nooit opgeroepen mogen worden. als getuigen. Want het was niet bewezen. Het was gewoon een soort van verdachtmaking. waar, yeah. hij, niet, waar hij niet eens voor terecht stond op dat moment. Precies, ja, ja. En nu zegt het Hof van Hoger Beroep. dus ja, uh, geen eerlijk proces. Um, wow. Dus dat moet helemaal opnieuw. Ik dacht even van. oh. Komt hij dan nu gewoon weer op vrije voeten? Maar dat is niet zo, want hij is ook in Californië veroordeeld voor verkrachting uh, van twee vrouwen. En hij is daar tot 16 jaar cel veroordeeld. Maar nu moet hij dus wel van de cel in New York naar Californië. Jeetje. Ja, je dacht dat het hoofdstuk voorbij was, Harvey Weinstein. En opeens boem is het ja, weer in het nieuws. Ja, ja. Tot zover onze wekelijkse podcast Bestemming Witte Huis. We vinden het zo fijn dat je luistert elke week. En het wordt elke week maar spannender richting de verkiezingen. Als je graag naar ons luistert, wil je dan alsjeblieft een rating voor ons achterlaten. Of iemand vertellen dat je graag naar ons luistert en ons, dat je ons aanraadt. Dat zou fijn zijn. Tot volgende week. Bye.